Taal is de grootste drager van cultuur, dit zei Elvira Sandi, directeur van het directoraat cultuur, gisteravond in de University Guesthouse. Zij sprak bij een lezing georganiseerd door de faculteit der Humanoria in verband met de Dag der Moedertalen. Het internationale thema voor dit jaar is Taal zonder grenzen. Sandi omschrijft het thema als de betekenis en de kracht die taal heeft als universeel bindmiddel van cultureel besef en dialoog. Sandi merkt op dat landen die een meertalig onderwijssysteem hebben, de moedertalen van kleine groepen binnen die samenleving bevorderen. Het is goed te weten dat wetenschappelijke studies van de UNESCO hebben aangetoond dat landen die hun onderwijssysteem baseren op meertaligheid, de resultaten van studenten uit gebieden waar minderheidsgroepen wonen met hun eigen minderheidstaal, hun moedertaal, significant groot is, hoog is. De studieresultaten zijn significant veel beter. In Suriname organiseert het directoraat cultuur iets 40 jaar. Ja, dit jaar bestaat het directoraat cultuur 40 jaar. En deze samenwerking, dit initiatief, moet u ook in dat kader plaatsen. We hebben op verschillende momenten en in samenwerking met particuliere NGO's activiteiten ontwikkeld en de aandacht gevestigd op het belang van taalerkenning en ontwikkeling en wel op diverse beleidsgebieden. Bij de lezing is er aandacht besteed aan de Saramakaanse taal. De titel van de lezing was Het Saramakaans in missionair linguïstisch perspectief. Een informatief overzicht van 1765 tot 1990. De inleider professor Franklin Yabini ging in op de studie van het Saramakaans, welke gedaan is door missionarissen. Als het gaat om de taal, dan merk je dat het een taal is met verschillende leenwoorden uit verschillende talen. Ik heb deze twee Afrikaanse talen erbij. En één onderzoeker die sprak van Suriname, Surinaam-Portugees als bron. Maar het is zo dat heel wat onderzoekers erkennen dat er in het Saramakaans heel veel Portugese leenwoorden zijn of woorden zijn gehaald uit het Portugees. Als die stelling van sommigen waar is, en een onderzoeker heeft dat gedaan, een van de missionaire onderzoekers, die heeft het Saramakaans bestudeerd, maar dan in het licht van het Portugees dat in Brazilië werd gesproken, in het noordelijk deel van Brazilië. En weet je wat er is gebeurd? Dat werk is nog niet in druk uitgekomen. Het is een manuscript gebleven en het is nog niet gepubliceerd. En als u denkt van, aha, ik ga er achteraan, te laat, want ik ben al ermee bezig. Professor Franklin Yabini, hij sprak gisteravond in de University Guesthouse bij de lezing die is gehouden in het kader van de Dag der Moedertalen.